Jolanda, Kees en Bertie wonen in zorgorganisatie De Vrije Leefcirkel. De Vrije Leefcirkel hanteert een open deurbeleid waarbij veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Zorginstelling De Vrije Leefcirkel wil graag aan de wensen van haar bewoners voldoen en speelt in op het zelfredzaamheidsniveau van de bewoner. Dit niveau bepaalt welke plekken in het gebouw, op het terrein of in het dorp op welke momenten van de dag veilig zijn. Deze locaties zijn gedefinieerd in de vorm van leefcirkels. Het personeel van de vrije leefcirkel heeft simpelweg niet de tijd en capaciteit om de leefcirkels te controleren en assistentie te verlenen. Voor dit probleem biedt Watchi de oplossing met Watchi Leefcirkel XL. De Watchi is een persoonsalarmering in de vorm van een luxe horloge dat op afstand kan worden aangepast aan de behoeften van de cliënt. Daarnaast kan de watchi ook worden ingezet voor positiebepaling voor zowel intra als extra muraal tot op anderhalve meter nauwkeurig. De watchi kan worden gebruikt ter ondersteuning van het gebruik van de leefcirkels. Hierdoor kunnen de verzorgers de bewoners de begeleiding geven die ze nodig hebben op het juiste moment en op de juiste plaats. Jolanda heeft de vrijheid om over de eerste verdieping van de vrije leefcirkel te lopen en komt graag in het restaurant op de begane grond. De rest van het gebouw mag ze alleen komen onder begeleiding. Als Jolanda in een ruimte komt waar ze alleen onder begeleiding mag komen, wordt de begeleider geïnformeerd en kan hij of zij op zijn smartphone precies zien waar ze zich in het gebouw bevindt. Ook het gebouw verlaten mag alleen onder begeleiding. Op het moment dat ze het gebouw lijkt te willen verlaten, laat de watchie een alarm horen en geeft een signaal aan de begeleiding waar direct op geanticipeerd kan worden. Bertie krijgt de mogelijkheid om ook buiten de muren van de zorginstelling van de aangrenzende tuin te genieten. De veilige zone is zo voor haar ingesteld dat er tijdig een signaal op haar watchie klinkt en naar de begeleiding wordt verzonden wanneer Bertie de tuin lijkt te verlaten. Kees wandelt graag. Vanuit de zorginstelling heeft hij de mogelijkheid om in het aangrenzende dorp boodschappen te doen. De veilige zone is ingesteld tot aan de grens van het dorp. Op het moment dat Kees deze grens overschrijdt, klinkt er op de Watchy een alarm en tevens wordt er een signaal aan de zorginstelling verzonden. Via de portal of app op de smartphone kunnen zijn begeleiders via de GPS zien waar Kees zich bevindt en hem terugbegeleiden naar de vrije leefcirkel. Bent u geïnteresseerd in alle mogelijkheden van de Watchy Leefcirkels XL? Wij komen graag bij u langs voor een demonstratie. Neem contact met ons op via onze website of mail naar info.watchy.nl.